denkt en hij voelt, bepaalde altijd mijn doel. Ik weet, hij wil voor altijd leven. Ik woonde altijd in mij, had daar alleen heerschappij, was niet van plan op te geven. Dus ik werd gezien, koning, ik word gehoord, en ik heerste ongestoord. Ik roep zijn mening vaak luid, ik wil voluit zijn geuit, ik wil geliefd en bekend zijn. Ik houd vooral van zichzelf, zoekt naar genot voor zichzelf, en doet vooral wat hij zelf wil. Dus ik werd gezien, koning, ik word gehoord, en ik heerste ongestoord. Ik wil niet graag naar de kerk, wil zelf de eer van zijn werk. Ik heeft geen zin en geen rust, koning, ik laat zich leiden door lust. Ik wil zijn zaken vol geld, om te besteden aan zelf. Maar toen een jaar of wat geleden, is ik totaal onverwacht overleden. Toen ik door mij aan de Zoon werd gegeven, toen kwam de Geest van de Heer in mijn leven. Mijn oude ik viel voortaan uit de gratie, maar klampt zich vast aan de reïncarnatie. Steeds als ik denk dat ik echt is vergaan, is ik alweer op zijn strepen gaan staan. Dan staat hij als een klein kind aan de zijlijn en roept naar God, nu wil ik weer de baas zijn. En Martin staat dan steenvast in het midden, met een reuze conflict diep van binnen. Kies ik de geest of het vlees, dat zo vertrouwd is geweest? De geest brengt leven, het vlees brengt de dood. De twijfel is dus niet groot.